Tot hiertoe was er wel geteld één tenuto laureaat accordeonist. Vandaag voegen we daar een tweede aan toe. De 23-jarige Brusselaar Philippe Thuriot. Hij heeft gestudeerd en hij studeert aan het Conservatorium van Antwerpen, haalde daar een eerste prijs en werkt daar nu nog voor een hoger diploma bij Roger Egremond. Vorig jaar ging hij ook in Denemarken studeren aan het Conservatorium van Kopenhagen bij Mogens Ellegaard. En van een andere Deen, een zestiger, Ole Schmid, die eerlijk bekent dat hij accordeon haatte tot hij precies Mogens Ellegaard leerde kennen. Van die Schmid speelt nu een leerling van Ellegaard de symfonische fantasie en Allegro opus 20 voor accordeon en orkest. Het BRTN Philharmonisch Orkest staat onder leiding van Frederik de Vreese en de solist is Philippe Thuriot. Thank you.
Thank you.
Symfonische fantasie en allegro, opus 20 voor accordeon en orkest van Ole Schmid, Philharmonisch Orkest van de BRTN, Frederik Vreese en solist Philippe Thuriot. Jasje ging uit, bretellen van het instrument werden losgegooid. Jasje gaat terug aan om in de praatstoel plaats te nemen. Voor jou, Philippe Thuriot, was dit optreden met orkest een doop. En een zeer belangrijk moment, geloof ik, hè, voor jou. Ja, inderdaad. Een moment waar ik al 5-6 jaar naar verlang. Dat is namelijk met een orkest te spelen. En dan met een goed orkest, wat gebeurd is. Uiteraard ben ik ook heel blij dat het afgelopen is. En dat mijn laatste La Bi, La Mol gespeeld is geweest. Was de werkelijkheid zo mooi als wat je gedroomd had? Lastiger? Nog veel beter. Veel mooier dan de droom. Door het feit dat men het warme contact heeft met al die aparte klanken van heel het orkest. Ik denk dat orkest het mooiste instrument is. Na de accordeon. Na accordeon, uiteraard. Als je het concertpodium wou veroveren, waarom heb je dan de accordeon gekozen? De uitdaging? Louter toeval eigenlijk. Waarom ik begonnen ben met accordeon te studeren. En accordeon dan in die richting, niet het amusementsinstrument? Het is eigenlijk allemaal louter toeval eigenlijk geweest. Zo gaat het vaak, hè? Ja. Ik begon uiteraard als de meeste accordeonisten. Met het lichtere genre. Ja. Want dat is nu eenmaal zo. En op een zeker moment werd ik gewoon gemotiveerd om die andere muziek ernstiger tussen aanhalingstekens te gaan spelen. En vooral dan gemotiveerd door de accordeonklas van Antwerpen eigenlijk. Achteraf gezien. Is dat de enige accordeonklas op toon? Nu bestaan er in Vlaanderen dan 2 accordeonklassen, namelijk in het Lemmens Instituut en in het Conservatorium van Antwerpen. Dat van Antwerpen is veel ouder, bestaat al veel langer. Ja. Maar die strijd om het echte concertpodium, die strijd, ja. Hè. Om het concertpodium te veroveren, daar ben jij niet mee begonnen. Hoe lang zijn accordeonisten daar eigenlijk al mee bezig? Wel, in ons land eigenlijk is dat vrij jong, dat infiltreren in die klassieke muziek. In het buitenland gebeurt dat al veel langer, hoor. In bijvoorbeeld Oostbloklanden. Wij staan eigenlijk 40 jaar achter op de Oostbloklanden. Mm-hmm. Maar dat halen we wel in. Ja, maar er is zo weinig repertoire waarschijnlijk. Wel, nee? Ik kan ze niet optellen, hoor. Ik kan ze niet opnoemen, het aantal repertoire. Er is heel veel geschreven. Ja? En vooral na de Concertmuziek, hè. Vooral na Wereldoorlog 2 is men beginnen schrijven, omdat het instrument accordeon dan echt ontwikkeld werd tot echt een concertinstrument. Ja. En van dan af mag men stellen, zijn de componisten echt gecharmeerd geworden door ons instrument. En ze beginnen te schrijven. Ja. Dus toch wel al een aantal jaren, nog niet vergelijkbaar met literatuur van viool, hobo bijvoorbeeld. Nee. Maar relatief gezien in die korte periode is eigenlijk wel vrij veel geschreven geweest. Een goede muziek, denk je. Ja, dat moet men ook sorteren natuurlijk. Ja. Zeg, vertel eens iets over Mogens Elgaard, die jij opgezocht hebt in Kopenhagen. Dat is een man die componisten gestimuleerd heeft onder meer. Ja, in zijn land dan. Ja. En laten we zeggen in de Scandinavische landen. Ja. Ja, is vrij vroeg begonnen met hij ook is begonnen dus met met dat moderne genre. Uh-huh. Het enige verschil is dat hij enkel gemotiveerd werd door zichzelf. Hij is een totaal autodidact. En uiteraard heeft hij veel geleerd in samenwerking met componisten. Uh-huh. En als men een pioniersnaam mag noemen, dan is het wel Mogens Elgaard die hoog aangeschreven is. Ja. Ja. Hoe ziet voor jou de toekomst er ideaal uit? Wat zou je willen voor de toekomst? Ik zou een klein vakantie willen na die drukke periode. Dat is mijn meest nabije droom. Ik laat de dingen gaan zoals ze gaan. Geen bepaalde ideale momenten. Je wilt toch wel graag concerten geven? Dat is een feit, ja. Maar dat doe ik momenteel. Dat is geen ideaal meer. Nee. Een jaar geleden was dat nog een ideaal. Vandaag. Ja. Vandaag moet ik mij een antwoordapparaat aanschaffen. Oh, ja. Zit het winnen van die wedstrijd in Duitsland in november daarvoor iets tussen?
En ook Tenuto. En ook Tenuto al? Ja, het is een naamkaart. Het zijn beide een naamkaart. Nationaal vlak Tenuto. Mm-hmm. En dan op accordeonistenvlak bedoel ik internationaal Hugo Herman wedbewerp. Vandaar kreeg jij gewonnen hebt? Ja. Huh? Uh-huh. En wat hangt er aan de sleutel? Opname, compactdisc. Dat is reeds gebeurd, die opname. En in 1993 heb ik een tour in Scandinavië gekregen. Wel. Dus die beide wedstrijden zijn eigenlijk belangrijke trampolines voor een muzikant om hoger op te raken. Zeg, mag ik je alle succes toewensen? Vriendelijk dank. Dames en heren, Philippe Thuriot. Dank je.